zal ik je wel vertellen. Ik heb 25 jaar in Hongarije gewoond. En Hongarije is altijd warm. Ja. Hoe warm kan het daar worden? Nou, dat kan er wel eens 35, 40 graden. Kijk. Ja, en hoe deed u het dan met de temperatuur? Ja, dat zeg ik. De win je aan, dat is makkelijk genoeg. Vast wel. Ik ga dit weekend naar de Zwarte Cross, dus daar heb ik wel zin in. Welke maatregelen ga je eventueel nemen? Veel water drinken. Koele kleding aan. Veel in de schaduw blijven. Ja. Ik heb een airco op de kamer. En dat werkt afdoende, volgens u? Ja, dat hoop ik. Maar die kosten wel een heleboel stroom, hè? Ja, precies, dat klopt. En dat draagt weer niet bij aan een schoon milieu, zullen we dan maar zeggen. Nee, precies. Precies, maar ja, het is niet altijd hittegolf, hè, in Nederland. Eerst morgens vroeg de ramen open en als de hitte dan eigenlijk naar binnen wil, alles weer dicht en alles goed afsluiten. Veel water drinken. Lekker zwemmen. Lekker zwemmen, naar het strand gaan. Hoe warm zou het volgens u kunnen worden? Ik heb begrepen 40 graden. Maar ik denk niet dat we dat kunnen halen. Nee. Ik hoop het niet, in ieder geval. Maar u gaat er wel in slagen om het hoofd een beetje koel te houden? Ja. Veel water drinken. Zonnebrandcrème, ze adviseren vanaf 11 uur tot een uur of 3. En als het mogelijk is natuurlijk een koel plekje opzoeken. Beleef mooi in Nederland. Ja. En kijk gewoon in de buurt, ja, hoe mooi dat Nederland is. Wij komen zelf uit Friesenveen. Ja. Nou, we gaan hier altijd met plezier naartoe. Als je in Almelo kijkt, wat voor ruimte als er overal is. En wat voor mooie parkjes. En nou, noem maar op, we zijn net nog even bij dat nieuwe ding geweest. Hoe heet dat ook weer, hè? Natuur. Het natuurhuis. Huis, ja. In het Doepark. Ja, super. Echt mooi. Voor kinderen en voor ook oudere mensen. Ja. En scholen zelfs. Een stukje paradijs in Almelo. En midden in het centrum. Ja. Ja, en nog absoluut. Meer dingen in Almelo. Ik vind, Almelo is dan wel een stad. Ze noemen dat wel eens een dorp, maar ik vind het al erg wel een stad, hoor. Kortom? Alles wat een stad nodig heeft. Ik ga het hoofd nog koel houden, ja. En hoe doet u dat, als ik vragen mag? Achter het huis in de schaduw. Ik heb een leuke tuin achter het huis, mooi groen. Dus vandaar gaat het dus mij wel lukken. Ja. Hoe warm verwacht u dat het gaat worden? Ja, de verwachting is wel een beetje verschillend, hè. We zouden de afgelopen dagen al weer 30 graden hebben. En nu is het weer teruggedraaid naar 21. Dus we moeten nog eens zien of volgende week wel 30, 35 graden wordt. Petje op en watermeloenen mee. Ja. Hoe zou het komen volgens u dat het zo warm gaat worden? Ik denk omdat het een week geleden ging regenen. En dat het daarom het weer dan weer een beetje overstuur is. En nu ons de warmte geeft die we nodig hebben om af te komen. Is er volgens u, zoals sommige beweren, sprake van een klimaatverandering? Ik geloof daar wel in, ja. Een broeikaseffect als het goed is. Ja, maar dat is een heel natuurlijk proces. Kijk maar, ja, goed dat je een computer hebt, en zult u wel. Ja, kijk maar naar de afgelopen eeuwen hoe dat klimaat zich ontwikkeld heeft. Ja, ik bedoel, ik kan herinneren, in 1600 of zoiets. Ja, zo was ik er niet, u ook niet natuurlijk. Ja, dat is op een gegeven moment zo jaren achtereen hele natte, koude, klamme zomers. Ja, met bijkomende honger en aanverwanten, omdat je geen oost had. Ja, ik vind dat perfect. Ik heb liever dat warmer wordt dan wat kouder wordt. Ja, dus als ik u goed begrijp, dan spreekt u van een natuurlijke klimaatverandering. Ik vind het helemaal prima. We gingen nog wel eens naar Gambia en daar wordt het ook anders. Terwijl ze nooit regen hadden, kregen ze soms in één keer in februari regen. Dus ik denk, misschien verschuift het dan ook wel iets. Je weet het soms niet. En hoe groot schat u de invloed van de mens op het gebied van het klimaat? Eigenlijk wel groot, want er wordt al meer gebouwd. Er komen al meer wegen, al meer huizen. Dus ja, het groen gaat eigenlijk een beetje weg. Ik ben geen weerdeskundige, dus dat maakt het een beetje lastig, deze vraag. Wat zou volgens u de reden kunnen zijn dat het zo warm gaat worden? Als ik dan een persoonlijke mening mag geven, dan ben ik wel een voorstander om te zeggen, de klimaatverandering is wel een zorgelijk iets. En in hoeverre speelt het gebruik van fossiele brandstof daarin een rol? Een hele grote. Want een gevolg van de fossiele brandstoffen is het maken van kunststof.
kunststof is weer een product wat zelfs in onze bloedbaan schadelijk is. En ja, dus ja, het is een bewustwordingsproces dat, ja, dat vergaande gevolgen heeft. Het is zomer en het is mooi weer. Iedereen wil mooi weer, maar iedereen moet zo nodig naar het zuiden. Nou, dan moet je vooral naar de berichten zien, moet je de volgende week ingaan. Ja. Nou, dat is hartstikke leuk. Weinig vliegtuig, weinig openbaar vervoer. Dus met de auto heenrijden. Ja, en vooral een beetje een oudere auto. Nou, vakantie kan niet stuk. Behalve de auto. Behalve de auto.